Nu vrijdag, 21 september 2018, is het Internationale Dag van de Vrede. En op die dag focussen we op de strijd tegen kernwapens. Waarom? Wel, er zijn nog altijd een slordige 15.000 kernwapens in de wereld. En zij bedreigen het voortbestaan van mens en planeet. Bovendien kosten die kernwapens ons ook handenvol geld. 250 miljoen euro per dag om goed te zijn. Gelukkig zijn er manieren om af te geraken van deze nucleaire waanzin. 122 landen tekenden een nieuw VN-kernwapenverbod dat kernwapens ondubbelzinnig verbiedt. Zowel het dreigen met, het gebruiken van, het produceren van of het faciliteren van de productie van kernwapens wordt ondubbelzinnig verboden. Zeer goed nieuws, schitterend nieuws. Helaas, België weigert tot nu toe om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen. Heel vreemd vinden wij dat. En wij staan erin niet alleen, want 66% van de Belgische bevolking is volgens een internationale enquête gewonnen voor de steun van een VN-kernwapenverbod. Schitterend. En ook 180 Belgische steden en gemeenten zullen nu vrijdag de vredesvlag uithangen om de eis voor een kernwapenvrije wereld kracht bij te zetten. En vrijdag komen we ook te weten hoeveel Belgische burgemeesters er een open brief zullen sturen naar de federale regering met de eis dat België het VN-kernwapenverbod tekent. En natuurlijk, u kan ook iets doen. Hang nu vrijdag zelf een vredesvlag uit en deel een foto ervan op de sociale media met de hashtag vredesvlag. Alle info over deze campagne kan u terugvinden op de website dagvandevrede.be.